Dit is het stadion van Heracles. En Heracles is de trotse nummer 2 in de keukenkampioendivisie. En ze kunnen vandaag op 3 punten komen van koploper PEC Zwolle. Het aftellen is begonnen. Uit raden geweven voor Almelo alles geven. Met de kleintjes op de arm. Het kan allemaal op deze zondagmiddag. De ploegen het veld op. Het scheidsrechter Henschens. Ze wel wat lastige handen geven zo. Maar op een of andere manier is het nog wel te doen. De opstelling van Heracles onder in beeld. Dezelfde dus als zoals ze vorige week begonnen tegen Torp Os. Dat leverde een ruststand op van 0-0. En toen ging Lammers twee keer wisselen. Venevic kwam voor Bruns. En Cecilia kwam voor Armenteros. En na rust ging het lopen. Werd het 5-1 met 3 goals van Lauwersen. Venovic en Cecilia, die invallers, scoorden beide ook. We mogen vandaag dus weer op de bank beginnen. Onder in beeld de opstelling van Den Bosch. Waar er geschorst is in de vorm van Hamouti. Dat is wel jammer, want die scoorde vorige week. Verder ook geen Van der Winden, geen Ahanach. Zelal en Bowat, dat zijn allemaal spelers die vandaag ontbreken. Armenteros. En dit loopt al aardig. Kan er een schot? Ja, nu gaat hij naar Hansson. De eerste gevaar is al daar. Armenteros, balletje terug en een goal. Ja, 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 ja. We zijn een halve minuut bezig. Ja, de wedstrijd begint met 0-0. Maar na een halve minuut staat het al 1-0. Met een goal van Lucas Schoofs. Een half minuutje onderweg, jongens. Mulders. Zeker als hij kan opstomen, kan aanvallen, dan is dat een heel bruikbare kracht. En dat laat hij hier zien, want hij maakt 1-1. Het is in de 7e minuut gelijk. Mulders, de rechtsachter van origine, toch weer een rechtsvoor. En als hij dan daar komt, in die positie, is er dus wat mogelijk. Via Verbeek zijn er wat afspeelmogelijkheden, onder andere bij Muller. Daar gaat die bal langs en Mulders is de maker van 1-1. Rente. Achter Wahin en dan toch wel paniekerig verdedigd door Mulders. Geeft dus een corner weg. En daar is de volgende kans. De bal blijft dan wat liggen voor Cestic. Maar de eerste mogelijkheid leek te komen voor Rente. Rente. En gewerkt van de Bogert. Rente en die wint dat duel. Lauwersen wilde Armenteros aanspelen. Omschakeling met Kalinauskas. Brouwer. Oeh. Ja, werd Kalinauskas niet even vastgehouden daar. Henschens zegt het niet. Hij is de scheidsrechter, hij bepaalt. En hij heeft het langzaam zeker dan toch aardig voor elkaar. William van Overbeek. Roosken. Versnelling. Corner. Corner genomen, Hansson. Lauwersen en dan is het. Oh, ja, buitenspel. Hoogma tikt hem binnen. Armenteros zeker buitenspel. Maar of er ook voor Hoogma gold, ja, doet verder niet de zaken. Dus terecht dat er gefloten is. Dit is wel een stevige. Ja, deze mag inderdaad wel geel hebben. Van der Heijden. De volgende wedstrijd is hij geschorst.
Dat is de wedstrijd thuis tegen Willem II. Hansson. Armenteros. En dan gaat het toch wel redelijk makkelijk. Nummer 14 van het seizoen. Hansson. Armenteros, ja. Als je de lijntjes zou kunnen trekken, misschien buitenspel, lastig te zien. Maar Emil Hansson heeft weer een assist te pakken. Dat is assist nummer 17 in dit seizoen. En Armenteros heeft weer een goal te pakken. Uit de rug van der Bogert. Goed ingegrepen door Roosken. Iets te afwachtend Mulders. Hansson. Goeie bal weer. Oh, eigen doelpunt. 3-1. En dan gaat het ineens heel snel. Van Gunsen met de eigen goal. In een poging om Armenteros van scoren af te houden. Hansson is net even bij de zijlijn geweest. Ik denk dat hij aangegeven heeft richting John Lammers dat hij gewisseld wil worden. Dat hij na de rust niet terugkomt in de Schoofs. En dan is dit alsnog een goal. Hoogma. Maar de vlag is omhoog. Voor de tweede keer scoort Hoogma. Voor de tweede keer gaat daar een streep doorheen. De vorige keer was terecht. Stond hij samen met Armenteros buitenspel. Ja, hier is het lastig. Als je dit ziet als grensrechter, dan ben je heel, heel knap, hè? Hansson is al in de kleedkamer. En Azaoui is zijn vervanger. Rente. Ja, toch knap dat je tussen twee man kan koppen. En dan is de schot heel hard van Bruns. De redding is er van de Steen. Daarna maakt Bruns een overtreding. Maar dat Wahim tussen twee man in kan koppen, dat is niet goed van Den Bosch, maar wel goed van Wahim. Nou, ik zie Mulders net voorbij aan Verbeek. Rente. Azaoui. Rente. Armenteros. Appel voor Hens. Sterker nog. Het is een strafschop. Maar niet voor Hens, maar voor Duwen. En dan wordt weer Van Gunsen teruggefloten. De man van de eigen goal. Armenteros. Zijn eerste strafschop van dit seizoen. Schiet hij op de paal. En dan is de eerste helft meteen voorbij ook. Waar Hansson en Larsson dit seizoen al wel strafschop benutten. Schiet Armenteros een strafschop op de paal. Wat Den Bosch kan stichten hier, Müller, en die kopt hem binnen. Ja, wat heet dat gevaar dat Den Bosch kan stichten? Ze maken een goal, ze maken 3-2. Ja, hoe je het went of keert, met al die afgekeurde goals en een gemiste strafschop, de spanning is door deze treffer van Müller toch weer terug. Armenteros, net naast. Een voorzet van Roosken. Azaoui. Wahim.
Azaoui. Sterker in dat duel. Terugleggen of zelf afmaken. Ja, terugleggen op Armenteros had zeer wel gekund. Die stond namelijk in riante positie. Cornerkort, Verbeek, Van Bakel. Eerste momentje. En dit is een lastige schuiver. Waar Brouwer niet heel veel meer kon doen dan slechts reageren. Daar kwam hij wel recht terug het veld in. Fluit erop. Vejnovic hard voor en dan... Weer een kans voor Hoogma. Verbeek. Werd hij geraakt? Werd niet geraakt. Dus moet hij terug. Azaoui. Oh, kapt dan meteen twee man uit. Vejnovic, paasje, dit moet hem zijn. Dit is hem niet. Van der Steen met een geweldige redding. Op de kans van Sierra. Hoe gek wordt het nog? Hoe gek wordt het nog? Die bal wordt gekopt. Bal wordt overgekopt door Cecilia. En dan is er nog tijd voor een corner. Nee, er is geen tijd meer voor een corner. De wedstrijd is voorbij en er zijn wat spelers die protesteren. Van der Steen haalt iedereen weg. Er is een gele kaart getrokken. Maar de wedstrijd is voorbij. En zo wint Heracles met 3-2. En dat is een overwinning die ervoor zorgt dat Heracles op 3 punten nu staat van PEC Zwolle.